Gaan we naar tekst 2. We hebben bij tekst 2 een titel, A Mountain of Waste. En we hebben een plaatje van een troll uh, die kijkt een beetje boos, uh, met ook een bord van niet, uh, van verboden. Nou, we hebben hier uh, een tekst uit The Economist, een goede bron om even mee te oefenen, uit 2018. En nou, het gaat waarschijnlijk over een uh, berg en over poep, iets met poep, dat zien we ook wel aan het plaatje. We hebben hier een vraag en de vraag is... drie van de onderstaande vijf zinnen zijn weggelaten uit de tekst. Zie 2-1, 2-2 en 2-3. Geef bij elke plaats aan welke zin daar hoort. Noteer de letter van de zin achter elk nummer op het antwoordblad. En er blijven twee over. Gaan we eerst even de tekst lezen. Gaan we dan kijken naar de opties en welke we het beste kunnen invullen. Gaan we hem even lezen. In Mountain of Waste... Take only memories, leave only footprints is more than a cliched hiking motto at the Sagarmatha National Park in Nepal. The large box of rocks sitting next to the metal detector at the local airport is a testament to that. Tourists departing from Mount Everest have to dispose of material they have collected before stepping onto the dauntingly short runway. Fulfilling the second half of this mantra, however, is harder. Tens of thousands of tourists leave more than just footprints. Mm -hmm. In 2017, 648 people reached Everett's summit, more than seven times the number of two decades ago. Currently, their toilet waste is carried and dumped into pits near the town of Goddeksepp, and hours walk down the mountain. The amount of waste is increasing fast. Mm -hmm. When tests were done at nine water sources in the region, seven were contaminated with significant levels of E. coli. The presence of human byproducts in the water, like nicotine and sunscreen, suggests that the contamination came from human feces, rather than that of the many local yaks. One innovative solution could help. The Mount Everest Biogas Project, led by two mountaineers, hopes to install a biogas reactor in Gorgeshep at the start of next year. All of the feces from the base camp would then be converted into two byproducts. Fertilizer and ethane gas, possibly for cooking. Mm-hmm. Adapted from The Economist 2018. Now, we look at the options. A. Fortunately, most climbers carry toilet bags which can be disposed of in special drums on the mountain. B. In which case, the mountain would be a little less brown and a little more green. C. De litter becomes visible when the snow melts, which makes cleaning it up easier. D. The runoff of dumping sites is infiltrating the region's water channels, some of which feed into wells that supply drinking water. E. They have created a mountain of feces which is becoming an environmental problem. Oké, okay. nu moeten we kijken wat we waar gaan invullen en dan gaan we even snel de paragrafen een beetje categoriseren op basis van waar het over gaat. In de eerste paragraaf hebben we een introductie. En dat begint met het zinnetje: Take only memories, leave only footprints. En dan wordt er iets verteld over de, uh, het vliegveld waar mensen hun materialen, wat ze hebben verzameld, moeten achterlaten. Dat staat allemaal hier. Dan lezen we dat: The second half of the mantra, however, is harder. Dus het meenemen, take only memories, dat gaat goed. Ze laten allemaal dingen achter bij het vliegveld. Maar leave only footprints, dat is wat moeilijker. Tens of thousands of tourists leave more than just footprints. Nou moeten we dus een zin hebben wat opbouwt naar het volgende. Namelijk dat er heel veel, dat lezen we in paragraaf 2, poep achterblijft. Dan gaan we even kijken naar de opties, welke hier eventueel het beste bij past. En. Um, als we kijken naar de twee beste opties zijn dat A. Fortunately most climbers carry toilet bags which can be disposed of in special drums on the mountain. En E, um, waarin staat: They have created a mountain of feces which is becoming an environmental problem. Nou, dan kunnen we antwoord E hier het beste invullen. A past niet, omdat A is eigenlijk al een soort een oplossing voor het probleem. Maar in Um, deze paragraaf wordt alleen nog het probleem besproken. En dat probleem wordt eigenlijk ook niet letterlijk benoemd nog. Zinnetje E is wel het zinnetje wat het probleem benoemt. They have created a mountain of feces. Er ligt een, een berg aan menselijke uitwerpselen. And that is becoming an environmental problem. Het wordt een milieuprobleem. Dus voor 2-1 kunnen we noteren E. Dan kijken we naar 2. Want in paragraaf 2 wordt hier namelijk op doorgebouwd. Uh, currently, that toilet waste is carried and dumped into pits near the town of Shep. Nou, dus daarvoor laten ze al die uh, waste achter. And the amount of waste is increasing fast. Dan moeten we iets kijken wat daarbij past, want het zinnetje wat erna komt, when tests were done at nine water sources in the region, dan gaan ze dus verder op het feit dat dit heel besmettelijk is en dat al dat water die E. coli bacteriën heeft, de poekbacteriën. Nou, welke is dan het beste? Nou, antwoord D, want the runoff of dumping site is infiltrating the region's drinking water. Um, nou, hoe weten we dat? Er wordt namelijk iets gezegd over die pits. He, daar wordt het achtergelaten. En dan gaan ze zeggen dat tests hebben laten zien dat al dat water vol zit met die E. coli-bacterie. Dus dat betekent dat D hier de beste optie is. Vervolgens moeten we naar de laatste. In de derde paragraaf wordt namelijk gesproken over een oplossing. One Innovative Solution Could Help. Wat gaan ze doen? Nou, dus ze gaan gewoon van die reactoren neerzetten, van die biogasreactoren, in dat stadje, korak um, En hopelijk kunnen ze dan al die uitwerpselen, al die menselijke uitwerpselen daar laten nou ja, broeien, als het ware. En dan kunnen ze dat gebruiken als een soort natuurlijke fertilizer, natuurlijk mest. En ze kunnen het gebruiken om mee te koken met ethaan. Dus dan moeten we een zinnetje hebben wat uh, het mooi afsluit en ook hier een beetje bij past. Dan kunnen we al gaan wegstrepen wat we dus totaal niet, totaal niet zou kunnen passen bij de laatste. A bijvoorbeeld zouden we absoluut hier niet kunnen gebruiken, want het gaat niet over de oplossing die geboden wordt. B zou wel mooi kunnen, want er staat in which case the mountain would be a little less brown and a little more green. Dat zou mooi passen, omdat het mooi afsluit um, dat het minder bruin is, dus er ligt minder poep op de berg zelf... en op de, in dat gebied zelf, en het juist groener wordt. Want je hebt twee natuurlijke bijproducten die je dan kunt gebruiken. Dus antwoord B is bij 2-3 het juiste antwoord. Dus als we even opschrijven wat het antwoord moet zijn bij vraag 2... hebben we 2-1 is E, 2-2 is D en 2-3 is B. Heb je hier alle drie goed, krijg je weer twee punten. Heb je één fout, krijg je één punt. En heb je meer dan twee fouten, dan heb je dus eigenlijk automatisch alle drie goed, fout, dan krijg je nul punten. En met poep op Mount Everest komen we aan het einde van tekst 2 en kunnen we naar tekst nummer 3. Vond je deze video handig? Vergeet dan niet even om te liken. Wil je weten wanneer de andere video's uitkomen? Vergeet je dan niet te abonneren. Kijk ook in de beschrijving naar de data van mijn examentrainingen hier op YouTube, zodat je weet wanneer die zijn en dat je je kunt aansluiten. En wil je nog verder oefenen, kijk dan even op examenbundel.nl.